Corsacca Boys won de laatste twee wedstrijden in de competitie. Dit is Stout. Het is een hoekschop. Goeie hoekschop zeg. En Verhoeven verkijkt zich op deze hoekschop. En Mendes Moreira scoort in de vierde minuut de 1-0 voor Corsacca Boys. Een goed aangesneden hoekschop. Valt ineens binnen. En dan is het 1-0 na vier minuten spelen. En weer is Stout het aanspeelpunt uit een hoekschop. Pollemans kan hier erbij komen. Aha, dit is ook mooi. El Asuti, nummer 3 van het seizoen. En binnen 10 minuten heeft Corsacca Boys de dijk op de knieën waarschijnlijk. Ja, zo doet Corsacca Boys het. Probeert na een hoekschop vaak Stout te bereiken. Dan diep spelen. En het is dus 2-0. Goed aangenomen. De mogelijkheid voor de dijk. Tayeb. Arends lag er goed bij, de doelman van Corsacca Boys. 2-0 de tussenstand. Balbezit is voor Corsacca Boys in die tweede helft. Goede loopactie van Zonmes. En daar is de 3-0. Goed afgemaakt zeg, El Asuti. Wat een aanval. Zonmes op snelheid en goed voor zijn directe tegenstander gekomen door El Asuti. De vrije trap van Zwarthoed door alles en iedereen gemeenst. En Lukili, oh! Ja, vorig jaar was hij scherper, Lukili. Toen speelde hij bij Linde en deze had gewoon moeten zitten. Ignacio in de ploeg gekomen. Ignacio! Ja, waarom schiet je die bal niet met de binnenkant van de voet? Nu is Verhoeven natuurlijk de sterkste in die 1-tegen-1 situatie. Corsacca Boys verzuimd om afstand te nemen van de dijk. Ignacio. Ja. Met een duik, zoals je dat doet in het zwembad, voorziet hij wel aardig een strafschop. Want Teuber, de scheidsrechter, trapt erin. Ja, hier begint die overtreding en die overtreding was eigenlijk buiten de 16. Een meevaller in de slotfase voor Corsacca Boys. En het is 4-0. Doelpunt nummer 2 van het seizoen voor Ignacio. Opnieuw Corsacca Boys. Goed aangenomen door Ignacio. Ignacio nog steeds. Ignacio. En weer wint Verhoeven. En weer met de buitenkant geschoten. En het blijft dus 4-0. En zo is Corsacca Boys vanmiddag in Werkendam lief voor de dijk. En hij mist 2 opgelegde mogelijkheden. We zitten inmiddels in blessuretijd. En daar komt een mooie goal aan. Gescoord door Tim Ruder, zijn 4e al van het seizoen. Maar deze treffer komt natuurlijk veel en veel te laat. Corsacca Boys wint voor de 3e maal op rij. En sluipt dus langzaam richting de subtop. En de dijk staat weer met beide benen op de grond na de 6-1 overwinning van vorige week tegen Achilles 29. Is nu dus een nederlaag voor de ploeg van Jochem Twisker.